Daily Minutes nummer 1496 met een uitzending voor vandaag 13 december 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ik heb geen data in de uitzending zelf, maar ik kan om 7 uur na de uitzending wel weer data uitzenden. Morgen vrijdag is het weer mogelijk om het ISS te horen trouwens. Het ISS maakt vanaf 12 uur 55 UTC, dat is 13 uur 55 onze tijd, contact met een school in Engeland. Morgen dus om 5 voor 2 onze tijd op 145.800. De 8 van de serie over spionageverhalen. Lindemans die blijkt in het conflict eind 1944 moeiteloos van zijde te wisselen als het gaat om het redden van het hachje van zijn dierbaren of van hemzelf. Zo bood hij zijn diensten aan de Duitsers aan. In de nasleep van de landingen van D-Day zei Lindemans dat hij een bezoek bracht aan de beachhead van Normandië en dat hij erin geslaagd was om gerecruiteerd te worden door IS-9, Intelligence School 9, en verder dat hij in West-Europa op een Anglo-Amerikaans geheim bureau werkte dat onder MI9 viel. Tegen het eind van 1944 was hij lid van de staf van Prins Bernhard en werd hij benoemd tot verbindingsofficier met tijdelijke rang van kapitein in de Nederlandse strijdkrachten. En dat was tussen het Nederlandse verzet en een Britse inlichtingendienst onder bevel van een Canadese officier. De ware aard van de missie van Lindemans had een moordaanslag kunnen zijn geweest tegen prins Bernhard, maar volgens de biograaf van prins Bernhard behoorde dat niet tot zijn opdrachten. Lindemans moest op het hoofdkwartier van prins Bernhard spioneren en hij moest erachter zien te komen wie de primaire bron van inlichtingen was in bijvoorbeeld het Nederlandse verzet. Waar zaten de mensen die met hun zenders vanuit het bezette gebied de contacten onderhielden? Op 3 september 1944 verliet Giskus, Lindemans contactpersoon bij de Abwehr, die verliet Antwerpen voor zijn volgende opdracht in Bonn. Giskus gaf Lindemans opdracht contact te zoeken met Engels-Canadese inlichtingenorganisaties en daarvoor in België te blijven. Hij moest bijvoorbeeld uitzoeken wat de plannen van de Canadezen met Nederland waren. Lindemans kreeg een geheime code om de informatie door te sturen. Lindemans switste echter moeiteloos van de ene partij naar de andere en zo nam hij op vrijwel datzelfde moment deel aan de bevrijding van de stad Brussel, tezamen met 3 Belgische politieagenten. Op dat moment was station Brussel-Noord nog bezet door de Duitsers. Tijdens deze actie schoot Lindemans 2 Duitse soldaten dood en verwondde er ook 2. Op 4 september 1944, een dag later dus, arriveerde de Britse inlichtingenofficier Peter Baker van IS-9 van de D-groep West-Europa in Brussel. Hij was een expert in sabotage en in tweegevechten. Hij hield tijdelijk kantoor in Hotel Metropool op zijn weg naar het pas bevrijde Antwerpen. Hij was op zoek naar een Nederlander die in staat was door de linies te gaan en die contact kon opnemen met geallieerde piloten die zich in het zuidelijke deel van Nederland bevonden. De geallieerden bereidden zich voor om richting Eindhoven op te trekken en ze wilden dat geallieerde gestrand de piloten daarom op hun plek zouden blijven. Een paramilitaire organisatie Urbain Renier beval aan Lindemans hiervoor in te zetten. Voordat hij hem de opdracht gaf, benaderde Baker eerst nog het hoofdkwartier van de 21st Army Group, waarbij hij aan prins Bernhard werd gevraagd of Lindemans betrouwbaar was. De prins beaamde dit, waarop Lindemans een speciale priority clearance ontving en een pas van een inlichtingenorganisatie onder de naam Christian Brandt. Lindemans sloot zich hierop aan bij de Boekaniers, een privéleger van Baker. Lindemans, die tevens de bijnaam De Vries kreeg, speelde de rol van chauffeur van Baker. De missie van Baker, die waarschijnlijk onderdeel was van een grotere misleidingsoperatie, begon in de eerste helft van september in het Belgische plaats Diest. Het grootste deel van zijn reis werd Lindemans, die een volledige Britse gevechtsuitrusting droeg, geëscorteerd door een patrouille van 14 Britse soldaten onder het gezag van majoor Ross. Lindemans en een Belg, een Lucien de Nes, kruisten de frontlinie bij Valkenswaard door een hagel van granaten. De Nes raakte hierbij ernstig gewond en werd naar een Duits veldhospitaal gebracht, waar hij kort daarna stierf. Lindemans had in Nederland een ontmoeting met mensen van het Duitse hoofdkwartier al hier. De eerste ontmoeting was 2 dagen later op 16 september met de Duitse Luftwaffe-generaal Kurt Student in Vught. Vervolgens ging hij naar Driebergen, geëscorteerd door Richard Christman, de rechterhand van Giskus. Even zo vrolijk had hij ook een opdracht van de BI, de inlichtingenorganisatie van de Nederlandse regering in ballingschap. Hij moest persoonlijk een aantal mensen van het verzet opzoeken, alle werkzaam in de leiding van Philips. Zij zouden informatie over de V2 en over een cyclotron en in de jaren 30 uitgevonden deeltjesversneller achter moeten zien te houden als de Duitsers zouden vertrekken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.